De ruïne van Teijlingen ligt in het buurtschap Teijlingen, verscholen achter de huizen. Het kent een rijke, bewogen geschiedenis. Het werd gebouwd, raakte beschadigd. Het brandde uit, werd herbouwd, werd gesloopt, raakte vervallen en weer opgeknapt tot wat de ruïne nu is. Door de eeuwen heen onlosmakelijk verbonden met de historie van Sassenheim en Voorhout. De geschiedenis van de ruïne begint met slot Teijlingen, een eiland met een torenachtig gebouw met een voorburcht als bescherming van de Rijndijk en de weg naar Haarlem. In de 14e eeuw was de bekendste bewoonster Jacoba van Beieren, gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen. En zij beheerde als houtvester het slot en het omliggende bos- en duingebied met daarin het Keukenduin en Huis Dever. Al sinds de 80-jarige oorlog is het slot een ruïne. In de 18e eeuw werd het een decorstuk met rondom de prachtige tuinen van buitenplaats Berg en Daal. Het is dan een prachtig park, een klein paradijs waar bezoekers en wandelaars graag komen. Eind 19e eeuw raakt de ruïne verwaarloosd door gebrek aan geld en de ruïne wordt geschonken aan het Rijk. De gronden rondom worden in smalle percelen verkocht. Er komen bollevelden, schuren en woningen. Ik praat liever niet over een ruïne van Teijlingen. Ik praat liever over een slot. Een heel beeldbepalend pand hier in de Bollestreek, waar we niet omheen kunnen. Alleen, we moeten er toch eigenlijk wel iets meer mee doen. Educatie bijvoorbeeld voor kinderen, aantrekkingskracht voor toeristen. We kunnen er zoveel meer mee. Zijn we eigenlijk ook niet verplicht om dit allemaal te onderhouden? En als voorzitter van de HKV zeg ik niet voor niets, wie zijn verleden niet eert, is een toekomst niet weer. De Sassenheimers beschouwen de ruïne echt als hun eigen, bijna persoonlijke icoon. Het is een prachtig monument waar ze enorm trots op zijn. Helaas de laatste jaren een beetje verborgen achter de bomen, maar ze zijn er enorm trots op. En voor de Sassenheimers zelf, ja, die voelen zich natuurlijk toch echt wel verbonden met de ruïne. En je kunt het ook zien aan de straatnamen. Je hebt een Slotlaan, je hebt een Ridderhof, je hebt een Jacoba van Beierenlaan, noem maar op. En zelfs een voetbalvereniging is vernoemd naar Teijlingen, naar het slot. De ruïne van Teijlingen is een prachtig icoon in de gemeente Teijlingen. Staat hier op de achtergrond. Je ziet de geschiedenis ervan af. En dat willen we eigenlijk breder bekendmaken. En we willen dat graag doen door het te gaan combineren met recreatie voor de eigen inwoners. En ook om toeristen meer bekend te maken met de ruïne van Teijlingen. Wat wij doen in het ontwikkelen van de plannen rond de ruïne van Teijlingen, dat is kijken welke partijen hier allemaal een rol zouden kunnen spelen. En daarin kijken we ook wat onze eigen rol zou kunnen zijn. Nou, die kan ik op dit moment samenvatten met de aanjager in dit proces. En samen willen we dit verder gaan ontwikkelen. Het bijzondere en onze bevlogenheid bij dit monument is dat het al zo lang een ruïne is. En dat is belangrijk, er zijn er niet veel van in Nederland en dat wilden we graag behouden. Ja, wat onze kijk is, eigenlijk de ruïne blijft er voor altijd. En dat is ons doel ook om in de toekomst ook dat mee te geven. Onze aanpak hier is om een eenmalige goede impuls te geven door een goede restauratie te laten plaatsvinden en dat die daarmee dus voor de toekomst weer een hele lange tijd vooruit kan. De ruïne van Teijlingen, een rijksmonument dat het bezichtigen waard is. De eigenaar, Stichting Monumentenbezit, renoveert op dit moment de ruïne om hem zo veilig te stellen. Maar rond de ruïne kan veel meer. Stichting Monumentenbezit, de gemeente Teijlingen, inwoners en andere partijen zien volop mogelijkheden. In 2015 spraken partijen elkaar over de toekomst van de ruïne. Na een uitgebreid historisch onderzoek hebben de Stichting Monumentenbezit en de gemeente de ideeën nu uitgewerkt. De ruïne, het stille bewijs van een lange, rijke en bewogen geschiedenis.
Verscholen achter gebouwen en groen wacht ze op nieuwe grandeur, op blije gezichten in de zon, op spelende kinderen, op wandelaars en bezoekers, zodat ze opnieuw de glansrol krijgt die ze ooit had.